dame, hallo, hallo, hallo. Was het leuk om te doen? Ja, heel leuk. Ja? Waren er ook moeilijke hindernissen? Ja, best wel. Welke vond je het leukst dan? Ik vond allemaal wel heel erg leuk. Ga je op de camping? Ja. Oh, leuk om mee te doen. Ja. Nou, lekker douchen. Ja. Ken jij hun? Jawel. Hoe heet zij dan? Flubber en Blubber. Flubber en Blubber? Flubber en Blubber. Hé, wacht eens. Flubber en Blubber. De naam... Hallo. De naam zegt het al. Flubber en Blubber. Ja. Alleen ik zie de Blubber nog niet. Nou, ik ben Blubber. Maar hoe zie je... Kijk daar. Dat is allemaal Blubber. Zij past nu wel erg goed bij het thema van vandaag, Blubber. Ja. Ja. Dat gaat nog gebeuren dan misschien. Ja, maar we worden ook misschien een beetje blubberig zo meteen. Ja, misschien wel. Oh, daar ben ik er misschien wel bij. Ja, dan gaan wij heel hard juist aan aanmoedigen. Veel plezier, dames. Maar hebben jullie een beetje getraind of gaan jullie echt lekker voor de fun? Ah, ik ga meer voor de fun, maar ik denk dat hij mij voortgetrekken, want hij heel flink getraind heeft. Maar wat verwacht je onderweg allemaal tegen te komen dan? Welke hindernis? Door het water, door de modder kruipen, ik zou het echt niet weten eigenlijk. Eerste keer. Eerste keer? Ja. Nee, ik denk dat wij echt door blijven strijden tot het einde. Heel veel plezier, Sjaan. Bedankt, het komt helemaal goed. Die zit onderweg. Er zijn heel veel mogen op het laatste in de mensen. Als iemand er niet op kan komen, 11 meter. Zeg, gefeliciteerd met de 5e Reesdaal Funrun. Ja, dankjewel. Dat was de 5e editie. Ja, echt super. We hadden dan maar liefst 700 deelnemers. Nou ja, vorig jaar 360. Dus we zijn flink gegroeid. En willen volgend jaar doorstoten op deze manier richting de 1000. Om 1 uur zijn we officieel gestart met de kinderen op het zwembad. En vervolgens hebben we ze hier weer binnengehaald op tijd. Daarna zijn alle groepen zijn daarna gelijk met start-finish. Op Camping het Reesdal, oftewel Reesdal Outdoor, onze locatie, zijn ze gestart en gefinished. Ja, als je kijkt waar we zijn begonnen voor 5 jaar geleden. Dat eerst bij de Weem, of eerst hier, was de eerste keer. En dan hadden we 100 man van alleen campinggasten. En toen mochten we nog niks in het bos. En was het allemaal nog een beetje zo van, nou, rennen door het bos en doen hier wat hindernisjes en dan bij het zwembad. En dat deden we gewoon puur om het Heuveltjes Bosbad hier in Ballenbrug te houden. En het tweede jaar hebben we de Weem erbij betrokken met het landschap. En toen mochten we ook eindelijk het bos in. Hebben we nog niet echt hele hoge dingen gedaan. En eigenlijk vanaf toen... Het derde jaar zijn we voor het eerst naar buiten getreden, dus buiten de campinggasten om. En het vierde jaar, vorig jaar dus, met 360 deelnemers toen al. Was al super. En toen hadden we zoiets, gaan we doorknallen. We hebben kunnen oefenen, foutjes kunnen eruit. Er zullen altijd nog wel dingen zijn om aan te werken, dat blijft zo. Maar we zijn nu in ieder geval met 10 man bestuur geweest. En ik denk dat we volgend jaar nog een paar nieuwe bestuursleden erbij krijgen. En ik hoop dat we daardoor de Reesdal Funrun nog een beter evenement van kunnen maken voor Ballenbrug en omgeving. Dus dat is het idee erachter. Nou Patrick, RTV Oost is hier geweest. Ja, zelfs RTV Oost is hier geweest om te filmen. Daarnaast alle kranten natuurlijk die er zijn geweest. Maar RTV Oost is niet alleen niet vandaag geweest om te filmen, maar vorige week. Toen zijn we hier, hadden we hier trots op Overijssel. En toen hebben ze met elkaar hebben we de route voorgelopen. Met meer dan 30 leden van ons. En toen hebben we de route voorgelopen. En er waren een stel was erbij die hier op vakantie is, hier in de omgeving. Door RTV Oost uit Den Haag. En toen hebben we dat gedaan. We'll be right back.
Klaar dus. Maar wat mooi weer, hè? Zo'n spektakel op het zwembad. Ja, en dat in de regen. Ja. Ja, maar wat dat betreft willen we graag meer werken aan dit soort gelegenheden. Dit soort activiteiten, om de mensen in beweging te krijgen. Dus die samenwerking, dat is helemaal super. De finish was bij het zwembad. Ja. Maar nu Patrick Tan verzorgde om het groter en professioneler aan te pakken. We hebben gezegd van nou, dan zijn we gewoon een onderdeel van het parcours. En dan is de finish, de start en finish is het op camping in Riddersdal. Daar hebben ze ook meer gelegenheid voor de catering en voor even op het terrasje zitten in de zon. Of in de regen. Het blijft fun. Het blijft een fun run. Een fotverrassing. Bedankt. Oké hoor. Nou, we gaan mooi, hè? Nee? Ja, dat is gewoon zo. Ja, nee. Mooi parcours. Ja, leuk. Mooi. Succes, veel plezier nog. Dank je. Ga mooi jongens, of niet? Ja, dit gaat mooi. Dat is mooi. Ja, dit is, en genieten hier, of niet? Dat is goed. Wij doen het niet voor onszelf, we doen het voor de supporters. Er staan die duizenden mensen die aan de kant staan. Ik vind het geweldig om die mooie dag te verzorgen. Hey, en dan ga ik jullie goed af. Nou, was het een mooie run? Ja? Was heerlijk. Ja. Was gezellig. Jullie hebben hem als groep gelopen, hè? Ja. Oh, no. Yeah. Hoe heet dat die? Outer Valley! Ja, stuur Outer Valley. Outer Valley! Oh, kijk naar hier. Ja. Nou, mooi om te horen allemaal. Volgend jaar weer? Zeker weten. Oh. Hey, dat is wel heel toevallig dit. Geen mooi Robert? Dat is mooi. Ja, dit komt elkaar weer. Hij heeft van de run genomen. Kijk wel. Dat was zwaar, maar heel leuk. Top op de hoorn, joh. Super organisatie. Organisatie goed voor elkaar. Is dit de eerste keer dat jullie zo'n run doen? Ja, voor mij wel. Ik heb een paar jaar geleden ook meegedaan. Ja. Maar dit is de eerste sinds 4 jaar of zo. Oh. Dus het was wel even een wennen weer. Okay, maar superleuk. Superleuk om te doen. Ja, heel geweldig. Ja, doen we weer mee. Zeker. Er zijn vandaag heel veel beelden gemaakt. Waar kunnen we die allemaal terugzien? We hebben 13 fotografen op het parcours gehad. En visionaires geweest met drone, met filmpjes, met allerlei dingen. Dus er komt sowieso een aftermovie bij ons op de website en op Facebook-site van de Riddersdal Fun Run en ook op Riddersdal Outdoor. Daarnaast zullen alle foto's ook op die manier gedeeld worden. Dus via de website en via Riddersdal Outdoor. Die 13 fotografen dus hebben allemaal een eigen USB-stick. En die hebben ze als het goed is helemaal volgeknald. En ik hoop dat voor iedereen dat hij 2-3 keer minimaal op de foto is gekomen en dat ze zichzelf terug gaan vinden. Ja, dat zijn allemaal super mooie plaatjes. Daar ben ik van overtuigd. Heel veel mensen onder de modder. Hartstikke mooi, jongen. Echt super. Ja, het is vandaag echt geweldig geweest. En ook heel belangrijk, zonder de sponsoren dit jaar was het ook weer echt niet gelukt. Want we doen het allemaal ook zelf vrijwillig. Zodat er geld overblijft voor het Hulftjes Bosbad en het bezoekerscentrum De Weem. Zodat het blijft bestaan in Balkbrug. En het geld dat daarvoor overblijft gebruiken we daarvoor. We hebben meer dan 50 sponsoren gehad dit jaar. En die zijn we ook echt nodig. Zonder hen kunnen we het niet. Daarnaast alle vrijwilligers. Er waren meer dan 100 vrijwilligers op de been vandaag alleen al. En we zijn eigenlijk al vanaf november bezig om dit evenement neer te zetten. Dus wat dat betreft voor iedereen die aan hem heeft gewerkt, chapeau. Echt. Zonder jullie was het echt niet gelukt. Dus super.